nadat we de kleine biggetjes bij een jong zuchtje verzameld hebben, proberen we de kleine biggetjes nog een extra zetje in de rug te geven om die eerste 24 tot 36 uur door te komen. En daarvoor gebruiken wij de Birdright melk en gaan we die biggen drenchen of opgieten, zoals ze dat noemen. We pakken daarbij de kleine biggetjes die we 10-20 cc melk laten drinken in de hoop dat ze naar het eier gaan, zodat ze maximaal de biest bij de eigen moeder drinken. Deze big met twee groene strepen is twee keer gedrenched en weegt in mijn beleving iets onder die 700 gram. Dus ik maak met mijn middelvinger, doe ik de mond open, fles erin en dan moet de big hetzelfde doen. Prachtig, hè? Je zit gewoon echt een zetje in de rug. We leggen die zeugen vol, veel biggen bij de zeugen. Na 1 of 2 dagen wordt het voor sommige biggen wordt gewoon moeilijker. Deze big drinks zijn eigenlijk echt helemaal vol. Na 10-15 seconden laat hij hem los. We hebben nu 8 biggen, 8 tot 10 biggen gedrinkt, halve flessen door. 1 fles is 200 cc. Dan zeggen dat we toch wel 15 tot 20 cc melk per biggen in krijgen. De vraag is hoe we de groot aantal levend geboren biggen die eerste paar dagen kunnen laten overleven. Door de kleine biggetjes die extra aandacht te geven, kunnen we er toch gewoon goede volwaardige vleesvarkens van maken. Dat is het verhaal. Dit is wat we willen, hè? 15 sterke uniforme biggen bij de zucht groot brengen. Dat is wat we willen.